Hoi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video laat ik jullie mijn paletten zien. En bij paletten zou je eigenlijk denken oogschaduwpaletten. Alleen, ik ben erachter gekomen dat ik ook een paar paletten heb die niks met oogschaduw te maken hebben. Die voor het gezicht zijn of voor de wenkbrauwen. Die ga ik jullie gewoon ook laten zien, want het is eigenlijk te weinig om daar een apart video van op te nemen. Ik ben al een tijdje bezig met stashvideo's en eigenlijk had ik grote paletten nog niet echt laten zien. Of eigenlijk überhaupt mijn paletten niet. Dus het leek mij leuk om dat te doen. Ik moet echt zeggen dat ik hoop dat jullie geen last hebben van het achtergrondgeluid. Ik heb het echt onwijs warm. Het is eigenlijk een beetje regenachtig. Het is nog niet eens super zonnig vandaag. En toch heb ik het super warm. Voelt gewoon eigenlijk niks af. Het is in huis ook echt gewoon 26 graden. Dus sorry alvast als je daar last van hebt. Nu zou ik zeggen, doe alvast een duimpje omhoog. En dan gaan we snel beginnen met de video. De buiten die jullie hier zien liggen zijn alle producten die ik nog wil gaan reviewen. Het zijn best wel veel producten zoals je kunt zien. Dus ik zal ze even laten zien. Zoals altijd laat ik, ja, dacht ik. Laten we ook gewoon de producten die ik nog wil gaan reviewen. Die horen ook bij mijn stash. Dus dat ga ik als eerste doen. Ik heb hier nog twee palettes van La Femme. Dit is een merk die ik bij Big Bazaar heb gekocht. Een hele tijd geleden. Ik heb er al een paar palettes van gereviewd. En deze moeten nog. Dit zijn cream eyeshadows. Er staat geen naam op. Maar deze heeft vooral blauwe tinten. En dan heb ik ook nog deze. En deze die heeft dus vooral groene tinten. Ik hoop dat die open wil. Ja, deze heeft wat andere tinten. Maar het zijn wel hele leuke paletten. En ik dacht eigenlijk dat ze vrij hetzelfde waren. Maar het is dus niet zo. Dus deze sowieso nog. Ik vond er nog eentje van La Femme. En ja, deze heeft eigenlijk ook best wel blauwe tinten zie ik nu. En deze heeft dus deze kleuren. Dan heb ik een oogschaduwpalette van Saffron. En dit is zijn gel oogschaduwkleuren. Dit komt ook bij Big Bazaar vandaan. En dit zijn wel hele mooie kleuren, vind ik zelf. Ik moet wel even kijken hoe ik dit het beste kan gaan combineren. Maar dat komt wel met een review. Dan heb ik van Saffron een blush palet. Deze zit eigenlijk nog helemaal dicht. Dus die kan ik ook niet zo goed laten zien. Ik zie nu dat die helemaal dicht is. Maar dit zijn dus blush kleuren. Het zijn creamy blushes. Dus ik hoop dat dat een beetje gaat bevallen. En dan heb ik er ook nog eentje voor contouren. En dit is dus ook een cream contour kit. Dus dat is altijd even spannend. Ik heb daar niet zulke hele goede ervaring mee van andere merken. Maar misschien is deze wel heel fijn. Dan heb ik dit palette van Kosh. En dit is het Nine Shade Shadow Collection 02 To Have Fun Within LA. Ik heb daar al twee andere van gereviewd. En deze heeft deze kleuren. Vind ik ook wel heel mooi. Dan heb ik van I Love Makeup heb ik dit palette met No Photos Please. Met een 3D effect. Heel mooi. Daar zit overigens een primer bij. Zo'n kleintje. En deze kleuren zijn heel fel. Die erin zitten. Heel mooi ook. Dan heb ik dit palet van I Love Makeup. Dit is het You're the Best Thing palet. Heel wat grote paletten dan wat ik normaal heb. Hele mooie kleuren zitten hier ook in. Ik zal even het dingetje eraf halen. Heel mooi om te zien. En dan heb ik ook nog het Parental Advisory Explicit Content. Hij heet gewoon Explicit Content. Ook een heel mooi palet om te zien. Kijken waar de opening zit. Dat is altijd een beetje lastig. Deze heeft vooral dit soort kleuren. Heel erg mooi ook. Dan heb ik van het Kruidvat het Color 12 Eyeshadow
Colors paletten. Ik heb hier al twee andere paletten van gereviewd. En deze heeft vooral hele felle kleuren. Zoals je kunt zien, hij lijkt een beetje op het Neon Lights paletten van W7. Dan heb ik het I Love Makeup Chocolate Pink Fizz paletten. En dit zijn die prachtige paletten, die oogschaduw, die chocoladepalettes. En die heeft deze kleuren. Heel mooi vind ik die ook. En dat vind ik altijd heel erg handig dat er zo'n blaadje op zit met de namen. Het is ook handig als je reviews schrijft. Dan kun je de kleuren precies benoemen. Dan het Dead by Chocolate paletten. En die heeft deze kleuren. Heel mooi ook weer. En dan heb ik nog het Salted Caramel paletten. En die heeft dan weer deze kleuren. Ook heel mooi om te zien, vind ik hem. Echt prachtige paletten zijn dit. Dan heb ik drie blush paletjes van W7. Die zitten in dit soort blikjes. Dit is de Caring Hatchet. En die zien er ook weer heel erg leuk uit. Het is gewoon zo'n... Zo ziet het er van binnen uit. Je hebt vier blush kleurtjes en een applicator. Deze vind ik ook heel erg mooi. Dan heb ik de Casey MAC. Die ziet er alweer ook qua verpakking donkerder uit. Die heeft deze kleuren ook heel erg mooi. Het laatste paletje uit die collectie heet Honeymoon. En die heeft dit soort kleurtjes. Van W7 heb ik dit Natural paletje nog liggen. Deze heeft natuurlijk kleurtjes vooral. Heel erg mooi. En eentje met Naked Nudes kleuren. Die heeft dus dit soort kleurtjes. Als laatste heb ik dan nog drie nieuwe palettes van W7. Dit is het I Want It paletten. En dit is weer zo'n klein blikje ook. Die heeft dit soort kleurtjes. Vind ik ook wel weer heel erg mooi. Het Beaded paletten, dit is ook een nieuwe. Volgens mij is die heel erg aan het glimmen. Die heeft dit soort kleurtjes. Eigenlijk lijken de kleurtjes best wel op elkaar eigenlijk van W7. En dan heb ik nog het Smoke-in paletten. Dit is ook een nieuwe. Deze heeft ook zo'n kleurverpakking als de Beaded. Die ziet er van binnen dus zo uit met vooral donkere kleurtjes. Ook een hele mooie. Ik heb hier inmiddels echt alles vol liggen met palettes. Dus ik ga je nu alles laten zien wat er in mijn lade zit. Ik ga er niet heel uitgebreid bij stilstaan, want het is best wel veel. Anders wordt de video veel te lang. Dus ik ga gewoon van start en ik begin met dit selfie paletten. Hier zit ook zo'n primer bij. Deze heeft ook hele mooie kleuren. Is ook van I Love Makeup. Die heeft dus zulke tintjes. Ook een heel mooi paletje. Het Maximore Eyeshadow Absolute Nudes paletten. Dit is een paletje van de Action. Ook wel een heel mooi paletje. Best wel gepigmenteerde kleuren ook. Neon Nights paletten van W7. Hele verre kleuren vooral. Toch zijn de kleuren wel anders dan de paletten die ik straks liet zien. Ik dacht dat ze vrij hetzelfde waren, maar zijn toch wel anders, zie ik nu. Ook van Maximore heb ik dit grote oogschaduw paletten. Ja, die heeft ook vooral een beetje nude kleurtjes. Ook wel een heel leuk palet om looks mee te maken. Dan heb ik nog een klein paletten van de Maximore. Ik krijg ze altijd zo moeilijk open. Die heeft deze kleuren.
heel gepigmenteerd ook. Dan heb ik het eyeshadow paletten van Catrice. Deze komt uit de Treasure Trove collectie. Die heb ik al wel vaker in video's laten zien. Die heeft dit soort kleurtjes ook. Heel mooi paletten is dit. Paletten uit de collectie van Essence, uit de Lights of Orient collectie. Hele mooie kleurtjes ook weer. Dan heb ik hier een aantal van die boxjes van Essence. Die gaan er overigens allemaal uit. Dit is voor je gezicht. Bright Eyes. Nude Eyes. Deze is voor de wenkbrauwen. Eentje voor Smoky Eyes. En nog eentje voor matte ooglook. Nog een paletten van Essence. Het All That Grace paletten. Uit die collectie. Van The Grace. Ja, volgens mij heette dat ook All That Grace. Dan twee Kosh palettes. Dit is de To Play Within Vegas. Met hele felle kleuren erin. En dit is To Enjoy in New York. Deze heeft ook hele mooie kleuren. Een bronzecream palet van W7. Wel hele mooie kleuren, helaas niet zo gepigmenteerd. Dat vond ik jammer. Een palet van Makeup Academy. Dit is het Undressed palet. Dan heb ik nog een palet van Makeup Academy. Dit is het Undress Me Too paletten. Dan een palet uit de Gavier Couch collectie van Catrice. Viel helaas een beetje tegen. Qua pigment. De Nudes. Dit is de limited editie van... Wat was dat? Dani Bless, als ik het goed heb. Ik weet niet meer zeker, maar... Je hebt dit soort kleurtjes. De 10 out of 10 paletten van W7. Deze heeft geen naam en deze heeft wel een naam. Dit is de 10 out of 10 brow. Met allemaal bruine tinten erin. Dan een paletje uit de Wake Up Spring collectie van Essence. Dit... oogschaduwpaletje komt uit de Denim Divine collectie van Catrice. Kijk, het openmaken is soms lastig. Heel mooi paletje ook. Dan een oogschaduwpaletje van de Primark. Met zulke kleurtjes erin. Het Smoky 12 Eyeshadow Colors paletten. Met deze kleuren erin. Daar heb ik ook nog een nude variant van. Die heeft dit soort kleurtjes. Het W7 in de nude palet. Prachtige paletten ook. De In the Night Up in Smoke paletten. Met dit soort kleuren. Cheek Trio van W7. In the Night paletten. Met deze kleuren erin. Dan heb ik twee kleintjes. Dit is het In the Mood paletten. Met dit soort kleurtjes erin. Deze lijken wel heel erg op elkaar, deze twee paletjes. En dit is dan de In the City. Die heeft eigenlijk een beetje dat soort gelijke kleurtjes ook. Een brow parlour paletten voor de wenkbrauwen is deze. Het Lightly Toasted paletten. Ook een hele mooie. En het In the Buff paletten.
Van de bloggers Beauty Secret line heb ik het The Glow Must Go On palette van Serena. En hier kun je dus zien dat dit geen palette is voor de ogen, maar ook voor het gezicht. Ook uit de bloggers Beauty Secret het Vintage Rose palette. Deze is van Palmira. Heel mooi palette ook. I Love Makeup heb ik het I Love Obsession palette. Hele mooie kleuren zitten hier ook in. En het Naked Chocolate palette. Met deze kleuren. Dan heb ik ook nog twee Angel Eyes paletjes van W7. En deze heet Jet Set. Met deze kleurtjes erin. Het Angel Eyes palette Out of Town. Zoals ik net ook al zei. Heeft deze kleurtjes. Dan twee palettes van La Femme. Deze heeft vooral warme kleuren. Ja, en deze heeft ook wel hele mooie kleuren. Niet voor iedere dag geschikt, maar wel heel erg leuk. Het Toasted paletten van W7. Kleintje. Purple Haze. Een hele mooie. En de Golden Brown. Dan heb ik van Catrice het Sand Nudes paletten. Het Metal palet. Denim Grace. Absolute Bright. Absolute Nude. Chocolate Notes. Absolute Matte. Mat. Het Rosé. Rose Palette. Dan heb ik uit de Happy Girls Are Pretty collectie dit oogschaduwpaletje. Van Essence. Deze komt uit de Cinderella collectie. Winter Wonderful collectie. Uit de All About Grace collectie. Het All About Nudes palet. All About Rose. Eigenlijk zijn die palettes lijken die gewoon ook heel erg op die van Catrice, vind ik. Het All About Vintage paletten. Oh, en het All About Bronze paletten. Dan heb ik van de Action dit Nude Look paletten nog. Daar is ook een smoky variant van. Een heel klein paletje van de Action. Deze komt ook van de Action. Daar hoort deze dus ook nog bij. En als laatste dit kleine paletje van de Action. Dan heb ik nog twee hele grote paletten. Dit is het Revolution paletten. Deze heb ik vorig jaar bij Kruidvat gekocht. En die heeft dit soort kleuren erin zitten. Echt heel erg mooi paletten. Dat is het enige wat ik hiervan heb. En hier zit dan een spiegeltje en twee applicators. Dat vind ik wel heel erg mooi. En ik heb nog een make-up box van de Action. Dat is deze. En hier heb ik volgens mij toen ook een uitgebreide review van gemaakt. En er zitten dit soort dingen in. Oogschaduw, blush, poeders, nou alles wat. Ik zal de video eventjes in de beschrijving linken. Dit was dan mijn paletcollectie. Oh, het is echt wel heel erg veel als ik het zelf even mag zeggen. Je hebt misschien wel gemerkt dat ik niet bij alle paletten super lang heb stilgestaan. Omdat het anders gewoon ook een veel te lange video wordt. En van bijvoorbeeld mijn W7 paletten heb ik al een uitgebreide video opgenomen van de W7 stash. Die zal ik eventjes hier onderin linken. Voor nu wil ik je heel erg bedanken voor het kijken.
Als je op de hoogte wilt blijven van mijn nieuwste video's, kun je je gratis abonneren. En dan zie ik je heel snel weer. Doeg!